crossovers. In die Nederland populairste marktsegment. We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk komt ook Seat met een kruising tussen een hatchback en een terreinwagen. Ik zeg eindelijk dat dit soort crossovers in ons land uitstekend verkopen. En Seat kan wel een verkoopimpuls gebruiken. Voor jou en mij is dit de zoveelste semi-terreinauto, al ziet de Ateca, zoals de Seat gaat heten, er wel appetijtelijk uit. Hij is gebaseerd op de bodemplaat van de Leon, zeg maar de Golf van de Seat. De standaard heeft de auto voorwielaandrijving. Maar wie wil, kan hem ook met vierwielaandrijving bestellen. Al kost je dat wel 52 liter bagageruimte. Het was even zoeken, want de meeste Ateca's die hier op de stand staan, hebben vierwielaandrijving. Maar dit is een uitvoering die dat niet heeft. En dan kun je precies zien waar die extra bagageruimte zit. Namelijk onder de laadvloer. Even dit dubbele wandje wegwippen. Kijk, hier zit de dit vlak zit dus niet in de vierwiel aangedreven uitvoering. Volle bak bij Audi, waar ik dankzij mijn lange armen jullie de nieuwe Audi Q2 kan laten zien. Bij Audi hebben ze op zich al genoeg crossovers in de showroom staan, maar deze komt aan de onderkant van het spectrum. Eigenlijk is hij van het maatje van de Seat die we al eerder zagen. Maar dat wordt natuurlijk geen concurrent voor de Audi. Die zal het eerder op gaan nemen tegen premium crossovers als de BMW X1 en de Mercedes GLA. Wat me nog het meeste opvalt aan de Q2 is zijn styling. En dan bedoel ik de D-stijl. Een enorme dooie hoek. En hij oogt een beetje als de Hyundai i20. Voor een auto in deze prijskategorie lijkt me dat geen compliment. Dat dubieuze stukje styling kan ook nog in een contrasterende lakkleur. Het Koreaanse Ssangyong probeert al jaren vaste voet aan de grond te krijgen in Europa. Recentelijk heeft het zijn modellengamma vernieuwd. Met een betere bouwkwaliteit en een modernere lijnvoering zou het nu dan toch eindelijk moeten lukken. Hier achter mij staat hun laatste wapenfeit, de XLV. In feite een verlengde uitvoering van de Tivoli die al op de Nederlandse markt verkrijgbaar is. Dat is dan weer een concurrent voor auto's als de Citroën C4 Cactus en de Renault Captur. Maar het frappante is dat van alle XLV's die hier op de Ssangyong stand staan, er geen enkele uitvoering met 7 zitplaatsen te zien is. Zouden ze soms bang zijn dat mensen met mijn postuur erop gaan proberen te zitten? Van een voordelige Koreaan naar een exclusieve Italiaan. Ook Maserati komt voor het eerst met een crossover. Die lijkt in eerste instantie vooral bedoeld voor markten in Azië. Maar vergis je niet, ook in de rest van de wereld is de Cayenne de best verkochte Porsche. Er is dus bij de mensen in goede doen interesse in zo'n type auto. Dat zie je ook aan de optielijst, want behalve leer kun je het interieur ook laten uitvoeren in zijde. En hier zullen we hem dan hebben, de enige MPV in dit overzicht. En wat voor een. De Sneak is al 20 jaar een begrip. Een kleine familieauto met grote mogelijkheden. De nieuwste generatie is getekend door een Nederlander, Laurens van den Akker. En het meest kenmerkende aan de auto zijn de standaard 20-inch lichtmetalen wielen. Het is wel tekenend dat het juist Laurens van den Akker is die daarvoor heeft gekozen. Want wat de man kenmerkt zijn zijn gymschoenen. Elke modelgeneratie die hij ontwikkelt, ontwerpt hij ook een eigen paar gimpen. 20-inch wielen. Nou, daar wil je geen krasje op hebben. Maar zelfs al zou dat gebeuren, dan is er nog geen man overboord. Het hart van het wiel is eenvoudig te vervangen en kost je dus niet de wereld. En bij Renault zijn ze sowieso kostenbesparend bezig, want ze bieden de Sneak alleen aan met 20-inch wielen. Geen 17, geen 18, geen 21-inch exemplaren, alleen deze Jetsers. In het interieur van de Sneak een hoop noviteiten die niet nieuw zijn voor Renault, maar wel voor dit model. Ik noem er een paar. Een verschuifbare middenconsole bijvoorbeeld, kijk eens. En de van de Captur bekende lade. In plaats van een dashboardkastje. Het is ook geinig. Een knop achterin waarmee ik alle stoelen neer kan klappen. Zie je hem? Daar achter mij. Beursjapanner. Het wemelt ervan. Aziatische mensen die werkelijk elke naad van een nieuwe auto aan het fotograferen zijn. Waarom? Ik weet het niet. En wat ze allemaal doen verbaast me nog meer. Zo kwam ik er eentje tegen die waterflesjes in en uit de bekerhouders aan het zetten waren. Maar fijn, ze horen bij autobeurzen zoals de Beursbabes en Primeurs. De Opel Mokka heeft een facelift ondergaan die het model naar mijn mening goed heeft gedaan. Hij oogt voortaan wat breder en hij heeft het interieur uit de Astra gekregen. Wat de X in de type aanduiding moet, daar heb ik zo mijn twijfels bij. Maar het schijnt dat Opel voortaan al hun vierwiel aangedreven modellen met die letter uit gaat rusten. Ook bij Mitsubishi treffen we een opfrisbeurt op stand en wel die van de ASX. Een model dat vooral bekend is omdat die stevast wordt weggegeven bij een bekende Nederlandse talentenjacht.
Het model heeft in 2012 al eens een opfrisbeurt ondergaan, maar ze hebben hem dit jaar opnieuw aangepakt. Ik zie onder andere een nieuwe neus en waarschijnlijk een aangepast interieur, maar omdat het gaat om een speciale uitvoering kan ik daar eigenlijk nog niet zo heel veel over zeggen. Hij moet wel dit jaar in de Nederlandse showroom staan. Geinig. De autocue voor de persconferentie van later vandaag staat hier al klaar.